Het is, even denken, 3, 4, 5, 6, 7, 3. Ik geloof de derde, maar ik weet niet zeker. Of is het de tweede? De derde. Ik gok op 3 juni. Maar ik denk dat het een andere datum is. Wacht even hoor. 4. Het is 4 juni. 2000 en nog wat. Nou, wat is er allemaal veranderd? Hier helemaal niks, behalve dat het hier aanzienlijk koeler is dan vanmiddag. Nou, mijn kamer kan ik even induiken. Want daar is al heel wat rotzooi opgeruimd. Dat zou je niet zien, maar daar hangt al een tv. En die tv werkt. En hij werkt zelfs op het internet. Mijn computer werkt weer. Die doet het ook. Ja, nou, jullie denken van... Maar dat valt reuze mee. Ja, geef mij nog 2 dagen. Kijk nou, joh, allemaal passies. Gaaf, hè? Het zijn wel een stoot. Ik heb ze wel eens een keertje geteld. Al die toeren die je dan doet, ik krijg allemaal zo'n passie. 1998, jezus, 1991. Toen was ik nog een kindje. 1991. Ik weet het niet eens. Wat is, zou nou de eerste geweest zijn? 19... Ergens in de 80. 19... Oeh, kijk nou, joh. Dat is een oude. Oh nee, Miel Agro is helemaal niet oud. Nou, ik weet niet. Heel oud. Nou, die heb ik dus, die heb ik wel bewaard. De rest heb ik allemaal weggegooid. Ja, er lopen nu allemaal kinderen in Syrië rond met een Santana-t-shirtje. Nou, toen zijn wij doorgestoten naar het atelier... En in het atelier ziet het er ook een stuk beter uit. Vlak voor het atelier nog even niet. Maar in het atelier moet je nou kijken. Hey. Ja, deze kasten zijn gered. Het klinkt hier trouwens ook een stuk minder dof. Oh, schatje, hè? Ja, ook eentje trouwens. Kijk, kastie, daar. Boekenkast. Daar, een ladenkast. Nou, deze kast. En die kast is dus eigenlijk geamputeerd van die. Ja, nou, dus dat is ook voor elkaar. Toen hebben we zaterdag uitverkoop gehad, min of meer. Want toen is de papierkast van Charmaine verpatst. Voor, weet ik veel hoeveel geld, 70 euro geloof ik. En 2 andere kastjes met heel veel aardjes. Voor een tientje per stuk. En kijk. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. We zijn er bijna. We moeten die kast nog kwijt. Dit is een tekentafel. Als iemand nog een tekentafel moet. Hartstikke mooi ding. Dit blad kan omhoog. Het is pleurenzwaar ook trouwens. Maar ja, ik ben er bijna. Zoals jullie zien. Die Chinese kast die is ook verpatst. Die gaat hopelijk naar Job. Die heeft daar het terras gelegd. En morgen komen ze de overkappingen repareren. Ja. Er komt een andere balk in en god mag weten wat, maar dat zal ik morgen wel laten zien. Dan is dat ook weer goed. En dan gaat zaterdag gaat het dak erop, wordt het dakje geplakt. En dan kan ik dus vanaf morgen, we hebben besloten om 5 spots dier te doen en 4 daar en 4 daar. Dus er komen 13 spotjes in en ik wil die touwtjes overlangs hebben, dus dat je niet van deze kant naar touwtjes zit te kijken, want dat vind ik helemaal niks. Nee. Nou, dan zijn jullie weer op de hoogte. Jongens, het was weer puik weer vandaag. Ik zeg het toe. Tot morgen.